Utrecht tot vanavond. Het was alweer jaren geleden dat ik op de skis had gestaan. Dus was ik bijzonder tevreden dat ik niet onderuit was gegaan. Mijn vrouw die was minder gelukkig, zij moest met de gipsvlucht naar huis. Ze heeft beide benen gebroken en zit dus voorlopig wel thuis. Ja, op de lange latten is het niet altijd feest. Soms heb je pech en duurt het even voor je geneest. Dan lig je thuis met beide benen hoog in de lucht en denk je terug aan die vervelende vlucht. Ja, op de lange latten is het niet altijd feest. Soms heb je pech en duurt het even voor je geneest. Dan is het over en gedaan met de pret en lig je thuis in het gips op je bed. Ik heb vele jaren gezworen, voor mij is het skiën passé. Maar nu kreeg ik toch weer de kriebels en boekte een reisje voor twee. Nu zitten we thuis met een kater, wat ging er die middag verkeerd? Mijn vrouw was vergeten te zeggen dat ze het skiën al lang was verleerd.